proficiat met de aankoop van de Singer 8280P naaimachine. In deze video leer je hoe de machine precies werkt, zodat je zo snel mogelijk aan de slag kan gaan. De aansluiting. Steek de stroomkabel in de aansluiting rechts en zet het voetpedaal op de grond. Als je de machine aanzet, gaat het lampje branden. Opspoelen. De bovendraad komt van het garen klosje dat bovenop je machine zit. De onderdraad die komt uit het spoelhuis, van onder in je machine. Bij aankoop van je machine zitten er lege spoeltjes in het spoelhuis en in het opbergvakje van je machine, samen met de andere toebehoren. Zo kan je een nieuwe spoel nemen voor een nieuw kleurtje garen. Zet het naaigaren op de garenklospen en zet er dan de dop op, zodat de garenklos netjes op zijn plaats blijft zitten. Volg dan met de draad de stippenlijnen bovenop je machine. Klik de draad eerst door de ene draadgeleider en draai hem dan rechtsom rond de andere draadgeleider. Steek het uiteinde van de draad door het bovenste gaatje van je lege spoel. Zet een leeg spoeltje op de spoelwinderas rechtsboven op de machine. Klik de as met de spoel naar rechts. Houd de draad die uit je spoel steekt even vast, zodat ze er niet uitschiet. En druk het pedaal in. De spoel zal de draad beginnen opspoelen. Als de spoel vol is, stopt hij automatisch met draaien. Kan je de as terug naar links klikken en kan je de spoel eraf nemen en de draad afsnijden. Een spoeltje inzetten en verwijderen. Om de spoelen in de machine te plaatsen, neem je eerst het opbergvakje aan de vrije arm van de machine weg, trek je het klepje open en dan verschijnt er een opening waar het spoelhuis in zit. Haal het spoelhuis uit de grijperbaan door hem aan het lipje vast te nemen. Steek de spoel in het spoelhuis en je zal zien dat die er precies in past. Trek nu de draad door het gleufje. Als je aan de draad trekt, moet de spoel rechtsom draaien in het spoelhuis. Neem het spoelhuis nu vast aan het daarvoor voorziene lipje. Zo blijft de spoel in het spoelhuis zitten als je hem vastneemt. Plaats het spoelhuis in de grijperbaan met het vingertje van het spoelhuis in de uitsparing van de grijperbaan. Doe het klepje weer dicht, zet het opbergvakje weer aan de vrije arm en klaar, bovendraad inrijgen. Om je machine in te rijgen, zet je hem best altijd even uit voor de veiligheid en zorg je dat je persvoet omhoog staat. Draai aan het handwiel tot links het ijzeren haakje naar boven komt. Dat is de draadhevel. Volg nu de draad, de nummertjes en de volle lijntjes op je machine. De draad gaat eerst door de bovenste draadgeleider en daarna door de voorspanning. Dan ga je door de rechtergleuf naar beneden en weer naar boven door de linkergleuf. Daar haal je de draad van rechts naar links door de draadhevel en leid je hem weer naar beneden. Achter de geleider op de naaldklem en zo van voor naar achter door het oog van de naald. Trek de draad een vijftiental centimeter door. Onderdraad ophalen. Houd de bovendraad met je linkerhand vast en draai het handwiel naar je toe om de naald te laten zakken en weer omhoog te brengen. Als je nu zachtjes aan de bovendraad trekt, zal de onderdraad via het gat in de naaldplaat naar boven komen in de vorm van een lusje. Je kan de draad met je vingers naar boven trekken of je kan er bijvoorbeeld een tornmes of een schaar voor gebruiken. Leg beide draden nu onder de persvoet door naar achter. Draadspanning. 90% van al het naaiwerk doe je met een spanning tussen de 3 en 5 met 4 als standaard afstelling. De steken. Met de selectieknop kies je de steek die je wil gebruiken en die geschikt is voor het naaiwerk dat je wil doen. We gebruiken meestal de rechte steek, aangeduid door een stippenlijn op de draaiknop om te stikken. Je kan ook de positie van de naald midden of rechts met deze knop kiezen. De zigzagsteek gebruik je voor de stoffen met stretch in of om te voorkomen dat je stof rafelt. Steeklengte en steekbreedte. De steeklengte voor een rechte steek bepaalt letterlijk hoe lang de rechte steken zijn en stel je in aan de draaiknop boven de steekselectieknop. De meest courante steeklengte is 3, maar voor een dikkere stof, een dikkere naald of dikkere garen gebruik je eerder een langere steeklengte. Voor een dunnere stof, dunnere naald of dunnere garen gebruik je doorgaans een kortere steeklengte. Tijdens het zigzaggen bepaal je met de steeklengteknop hoe breed je zigzagsteken worden. Hoe kleiner de steeklengte, hoe dichter je steken bij elkaar staan en hoe minder stof je dus ziet. Een steeklengte van 2,5 zorgt bij een zigzagsteek in het algemeen voor de mooiste zigzagsteek. Beginnen met naaien. Als je begint met naaien, staat je persvoet altijd omhoog.
Leg de stof onder de persvoet met de rand van de stof op de gewenste afstand, afhankelijk van waar je je stiksel wil natuurlijk. De lijntjes op de naaldplaat zijn daarbij heel handig en zorgen ervoor dat je een aanknopingspunt hebt om recht te kunnen blijven stikken. Doe de persvoet naar beneden met de hendel achteraan je machine. De stof zit nu vast onder de persvoet. Je persvoet moet altijd naar beneden zijn, voor je begint met naaien, anders blijft je stof niet op zijn plaats zitten en heeft je naald geen houvast. Druk het pedaal langzaam met je voet naar beneden. Hoe dieper je het pedaal indrukt, hoe sneller de machine zal stikken. Begin met langzaam stikken, zodat je de machine en de snelheid een beetje in de benen krijgt. Om ervoor te zorgen dat je steken niet weer losgaan, hecht je ze op het begin en het einde altijd even door een paar steken vooruit en weer achteruit te naaien. Dat doe je met de knop met het U-turn pijltje op. Als je de knop weer loslaat, zal de machine weer gewoon vooruit naaien. Stuur je stof bij met je beide handen voor je persvoet. Aan het einde van de stof haal je je voet van de pedaal om de machine te doen stoppen. Om zeker te zijn dat je niet te ver naait, stop je best net iets voor het einde en kan je met het handwiel nog handmatig verder naaien om juist aan het einde van de stof uit te komen. Aan het einde moet je naald op de hoogste stand staan. Doe de persvoet omhoog met de hendel achteraan en trek de stof voorzichtig onder de persvoet uit. De stof hangt nu nog met twee dragen vast en die snij je het best af met een mesje aan de zijkant van je machine. Controleer even of je steken er goed uitzien en je nog iets aan de instelling van je machine moet veranderen. Blinde zoom. Dit zijn de steken die je gebruikt voor een blinde zoom. Deze steek gebruik je voor elastische stoffen. Deze voor niet rekbare stoffen. En ook de omgekeerde blinde zoomsteek voor de niet rekbare stoffen. De steeklengte is ook hier weer afhankelijk van de stof. Meestal wordt voor een dunnere stof een smallere steek gebruikt en voor een dikkere stof een bredere steek. Om een blinde zoom te naaien, vouw je de zoom omhoog op de gewenste breedte en vouw je hem weer terug tegen de goede kant van de stof. De bovenrand moet ongeveer 7 mm uitsteken naar de goede kant van de stof. Naai heel langzaam op de vouw, zodat de naald de gevouwen bovenkant net raakt en één of twee stofdraadjes meeneemt. De blinde zoom gebruik je vooral bij grof geweven stoffen. Vouw de zoom weer uit als de zoom klaar is. Knoopsgaten. Om een knoopsgat te maken heb je je knoopsgatenvoet nodig. De knoopsgat steken op je machine en natuurlijk je knopen. Verwijder de standaard persvoet en vervang hem door de knoopsgatenvoet die in het opbergvakje van je machine zit. En trek je draad door de persvoet. Meet de diameter van je knoop voor de lengte van je knoopsgat. Meet daarna de dikte van de knoop en tel daar nog 3 mm bij om zo de juiste breedte van je knoopsgat te krijgen. Duid de grootte en de plaats van je knoopsgat aan op je stof. Leg je stof nu onder de persvoet en zorg ervoor dat het merkteken op de knoopsgatenvoet overeenkomt met de markering van het beginpunt van je knoopsgat op je stof. Laat je persvoet zakken en zorg ervoor dat de middellijn van je knoopsgat op je stof overeenkomt met de middellijn op de knoopsgatenvoet. Stel nu de steeklengteknop in op dit icoon om de steekdichtheid te regelen. Volg de 4 stappen reeks door met je steekkeuzeknop van stap naar stap te gaan. In stap 2 en 4 naait de machine het horizontale stiksel. Dat noemen we de trends. Zorg ervoor dat je in deze stappen niet te veel steken naait, want dan wordt je knoopsgat veel te dik. Als je knoopsgat klaar is, kan je het met een toornmesje opensnijden. Dat doe je best vanaf de uiteinden naar het midden toe om te vermijden dat je de steken van je trenzen doorsnijdt. Een knoop aanzetten. Zet de stopplaat bovenop de naaldplaat en vervang de standaard naaivoet door de knopen aanzetvoet.
Leg de knoop op het stof onder je machine op de plaats waar de knoop zou moeten komen. Zet je steeklengte op 0 en stel de machine in op deze zigzagsteek. Draai aan het handwiel om te controleren of de naald goed in het linker en in het rechtergat van de knoop gaat. Pas eventueel de steekbreedte aan de maat van de knoop. Naai de knoop vast met een tiental steken. Om de knoop goed vast te maken, breng je de naald omhoog, stel je de machine in op de rechtersteek en zet je je naald naar rechts. En dan naai je enkele hechtsteken. Als je een steeltje nodig hebt, leg je een stopnaald op de knoop en naai je hem zo vast, zo blijft er een nodige spatie. Voor de knoopjes met 4 gaten, naai je eerst de 2 voorste gaten en daarna de 2 achterste. De naald vervangen. Om naald te vervangen, schakel je de machine best altijd uit en zet je de persvoet naar beneden. Zo kan je gemakkelijker aan je naald. Draai eerst de schroef van je naaldhouder los. De naald zal los komen te zitten, zodat je hem er makkelijker kan uitnemen. Je zal merken dat de naald bovenaan een platte en een ronde kant heeft. Plaats de naald steeds met de platte kant naar achter in de naaldhouder. Draai de schroef terug vast en je bent klaar.